Na het inloggen op UForce kom je op de startpagina van ISS. Klik op de tegel waar Self-Service op staat. Klik op Start. Hier zie je pictogrammen waarmee je een wijziging of aanvraag kunt indienen. Door op een pictogram te klikken, open je de wijziging of aanvraag. Er zijn verschillende tabbladen waaronder je de pictogrammen kunt vinden. Klik op het tabblad Medewerkerskaart. Klik vervolgens op Mijn gegevens om jouw eigen HR-gegevens te kunnen bekijken. Om deze gegevens te wijzigen, kun je onder de andere tabbladen pictogrammen vinden om dit uit te voeren. Klik op Te doen. Dit is het startscherm van Self-Service. Je start op dit Te doen scherm als er acties voor je openstaan. De regels zijn individuele acties. In de kolommen kun je informatie over de actie zien. Van links naar rechts zie je datum, activiteit, afdelingscode, ingangsdatum, mutatienummer, werknemernaam en medewerkercode. Als je meer informatie wilt, klik dan op het plusteken op de regel. Door op de actie te klikken, kun je de inhoud bekijken en bepalen wat je hiermee wilt doen. In de menubalk, links, zie je naast Te doen nog meer opties, namelijk Gedaan, Archief en Beknopte Help. Dit scherm laat de optie Gedaan zien. Hier kun je altijd aanvragen en of wijzigingen terugvinden.